Tientallen supporters vormden gisteravond een erehaag bij het stadion van voetbalclub FC Utrecht, waar Sepp groot fan van was. Heel bijzonder en als Sepp het zou kunnen zien, ja, die had het geweldig gevonden. Dus echt, het was echt zijn ding. Fantastisch. Sepp leed aan een stofwisselingsziekte en de afgelopen maanden ging zijn toestand snel achteruit. Zijn verhaal maakte een hoop los, ook bij de club. Honderden mensen leefden met hem mee. Geld voor een droomuitvaart die in het teken zou staan van FC Utrecht was dan ook snel bij elkaar. Zijn familie haalde binnen 24 uur 18.000 euro op. Echt bizar dat dat zo kan, ook geweldig. De hulp van hier van Marjon de Boer, van het stadion, van de supporters natuurlijk niet te vergeten. De ouders van Sepp zijn dankbaar voor alle steun. Ja, het is een dag om nooit te vergeten, sowieso. Maar met al deze extra hulp, ja, er is maar één woord voor. Bizar, geweldig, dankbaar zijn ze.